Het is weer aspergetijd. De supermarkten en groenteboeren verkopen ze weer volop. Maar wist je dat het plukken van dit witte goud echt super intensief is? Daarom ontwikkelde Serescon een innovatieve aspergeoogstmachine. En ik hoor vandaag van hen hoe die machine werkt en hoe ze op dit idee zijn gekomen. Serescon ontwikkelt, produceert en vermarkt de eerste selectieve oogstmachine voor witte asperges ter wereld. We hebben een unieke gepatenteerde manier om die asperges ondergronds te detecteren en dan in één beweging uit het bed te halen, af te leggen op een transportband en ook het zandbed weer te herstellen om te voorkomen dat andere asperges kromgroeien. Het idee is ontstaan bij Ad en Mark Vermeer, twee broers. Mark was aspergeteler en Ad machinebouwer. En Mark triggerde Ad om een machine uit te vinden die asperges onder de grond kon zien om zo meer en betere kwaliteit asperges te krijgen. StartLife, het valorisatiecentrum van de Universiteit van Wageningen, heeft ons in een vroege fase geholpen met een kleine geldlening. Dat geld was op dat moment voor ons belangrijk, maar ook de coaching om een goed businessplan te schrijven was voor ons zeker zo belangrijk. En nog altijd heb ik warme contacten en vraag ik regelmatig om hulp en advies. In 2014 hebben we voor het eerst subsidie gekregen van Metropool Eindhoven en een MIT-subsidie. Toen hebben we ook via de Universiteit van Wageningen een subsidie gekregen in de vorm van uren voor meer dan 200.000 euro. In 2015 vonden we een private financier die mee wilde gaan mits we innovatiekrediet zouden krijgen. Dat is in 2016 gelukt en recentelijk hebben we 1,5 miljoen Europese subsidie gehad voor de marktintroductie van Sparter. Nou, ten eerste is het een oplossing van het niet beschikbaar zijn van geschikt personeel waar ik wil werken. En dan maken veel minder schade de machine als handstekers, want handstekers maken maar liefst 30% schade. En het is eigenlijk gewoon een geweldige oplossing die er veel eerder had moeten zijn. De machine van Serescon bespaart dus veel en zwaar werk, waardoor wij gewoon lekker asperges kunnen blijven eten. Ben je benieuwd welke initiatieven er nog meer tot stand zijn gekomen door middel van het valorisatieprogramma? Of ben je benieuwd wat de overheid voor jou als ondernemer kan betekenen? Bekijk dan onze website.